Toen ik van de week door Zwarte Watersklooster fietste, de rustieke buurtschap waar de tijd verdampt, vloeide mijn veel te drukke hoofd leeg in de verkwikkende stilte. En voor het eerst sinds jaren dacht ik aan Tobias. Tobias was een rustige gozer met wie je gezellig een biertje kon drinken. Uit ons contact in ons stamcafé was een lichte vriendschap ontstaan. Hij liet mensen niet ver toe. Echt gelukkig leek hij nooit, maar iedereen zei dat dat kwam omdat zijn vriendin hem na jaren plotseling had verlaten. Tobias was geboren in Hamburg, maar dat hij uit Duitsland kwam merkte je alleen als hij zich voorstelde, met een nadruk op de tweede lettergreep van zijn voornaam, Tobias. Of als hij onoplettend uitdrukkingen uit zijn moedertaal letterlijk vertaalde. Alles klaar, zei hij soms in plaats van ik snap het. En hij had het over koffie maken in plaats van zetten. Hij was in de jaren 60 naar Amsterdam getrokken. Daar verliefd geworden en zo in onze stad beland. Mee gereisd met het werk van zijn vriendin. Eén keer trof ik in ons café Tobias dronken aan. Hij hing over de toog en brabbelde grote verhalen over oorlog en geweld. Het was de avond waarop 6 mensen waren doodgeschoten in café Het Koetsiertje in Delft. Tobias legde uit hoe eenvoudig dat is, gewoon om je heen schieten. Ratatatata deed hij. En dat noemde hij sproeien. Op 4 mei 1985 was Tobias een van degenen die mij hielpen bij mijn eerste verhuizing. En toen we tegen 8 op het punt stonden het werk 2 minuten neer te leggen, hoorde ik hem voor het eerst iets in het Duits mompelen. Verdammte Zeit. Dat klonk bot in die taal, op dat tijdstip. Maar ik zag pijn in zijn ogen en ik stelde geen vragen. We zwegen. We stonden bij het open raam toen het geluid langzaam in de stad terugkeerde. Ik heb zo'n herrie in mijn kop, zei hij. En ging weer aan het werk. Hij liet geen vragen toe. Ruim 5 jaar en 2 verhuizingen later was ik een keer terug in de stad en in mijn vroegere stamcafé. Precies op de dag dat Tobias daar zijn 50ste verjaardag vierde. Toen realiseerde ik me in welke ongelukkige tijd hij geboren was. Zijn vroegste herinneringen moesten bestaan uit verwoesting, ontreddering en chaos. Ze hadden erom gevraagd, de Duitsers. Maar Tobias niet. Alles klaar. Tobias bezweek op zijn 63ste aan een wrede ziekte. Het bericht van zijn overlijden kwam voor mij schokkend onverwacht. Maar ik was opgelucht omdat hij nu eindelijk stilte in zichzelf gevonden had. Een stilte als in Zwarte Watersklooster. Vredig.